Wat doet het Rode Kruis Almelo allemaal? Nou, het Rode Kruis Almelo is vooral een organisatie die heel veel doet bij evenementen. Dus de ondersteuning bij evenementen leveren en in geval van calamiteiten, noodgevallen ook te kunnen helpen. Dat is een van de belangrijke onderdelen. Daarnaast geeft het Rode Kruis Almelo ook cursussen, EHBO-cursussen. Dat is eigenlijk wat hoofdbestanddeel van wat hier gebeurt. Ja. De afdeling Almelo bestaat dit jaar 150 jaar. Welke gebeurtenissen springen er dan uit? Nou ja, wat opvalt als je zo terugkijkt, die 150 jaar, dat is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog een enorme invloedrijke gebeurtenis geweest. Ook in Almelo. Het Rode Kruis heeft daar niet altijd de rol gespeeld die het zou moeten spelen, maar in Almelo wel. Daar heeft men toch, ondanks de weerstand van de bezetter, heel veel goede dingen gedaan. En dat onderscheidt Almelo ook wel van heel veel andere afdelingen in dit land. Ja. Hoe staat de afdeling Almelo er anno 2019 voor? Ja, heel goed. Heel goed. Het is, Almelo was een beetje een moeizame afdeling. Is ook nu geen officiële afdeling meer, maar valt rechtstreeks onder het district. Maar het aantal mensen dat hier nu bezig is, is zo enthousiast en zo deskundig, dat we als district hebben gezegd van nou, het gaat heel goed met Almelo. Almelo, sterker nog, is een voorbeeld voor Twente als het gaat om hoe je de dingen moet regelen. Zijn er meer afdelingen van het Rode Kruis rond 1869 opgericht? Een paar, maar landelijk is dat de oprichtingsdatum. Het Rode Kruis bestond vorig jaar 150 jaar, maar dat een afdeling zo oud is, dat is uniek. Wat kenmerkt de afdeling zo? Nou, Almelo is een afdeling die het heel moeilijk heeft gehad een aantal jaren, maar die de afgelopen jaren zo ongelooflijk zich goed heeft ontwikkeld, dat het een voorbeeld is geworden voor Twente. Lopen ze voorop in bepaalde dingen? Een aantal dingen zeker, ja. En dat is dankzij de inzet van de goede vrijwilligers die hier in Almelo aanwezig zijn. Ja. Kunt u enkele voorbeelden noemen? Nou, wat in Almelo vooral goed draait, dat is de evenementenhulp, dat loopt fantastisch. De EHBO-cursussen lopen goed, dat gaat uitstekend. De inzet van mensen is goed. Hoe staat het met de werving van vrijwilligers of nieuwe vrijwilligers? Ja, dat is heel verschillend. Dat hangt ook een beetje van het project af. De evenementenhulp gaat redelijk goed. Maar algemeen, en daar kampen alle vrijwilligersorganisaties mee, is het heel moeilijk om jonge mensen te trekken en mensen van andere afkomst. Daar werken we hard aan, maar daar zijn we nog niet klaar mee. Wilt u tot slot mijn zin aanvullen? Als er in de Almelo geen afdeling van het Rode Kruis zou zijn, dan zou Almelo een stuk minder veilig zijn. Dank u wel. Graag gedaan.